Ja, gecondoleerd allemaal, want de Interland Break is begonnen. Maar we gaan toch nog even een klein beetje praten over het clubvoetbal. We gaan Transfer Talk met Bas van den Hoven houden over de transfers en, tussen de clubs. Maar we gaan het eerst even hebben over de trainers, want daar staat ook een hoop te gebeuren. Er is natuurlijk al een hoop gebeurd. Xavi heeft een nieuwe club, Newcastle heeft een nieuwe manager. Maar er worden twee legendes uit Engeland in verband gebracht met een terugkeer in de Premier League. Steven Gerrard wordt gelinkt aan Aston Villa. Frank Lampard wordt gelinkt aan Norwich. Van die twee is Gerrard op dit moment het meest concreet. Wat zou je ervan vinden als hij manager van Aston Villa wordt? Ja, ik moet zeggen, daar ligt wel echt een mooie kans. Want ik vond het ontslag van Dean Smith ook best wel verrassend. Want hij heeft daar uitstekend gedaan. Ze naar de Premier League geholpen. En ze hadden gewoon een beetje pech. Blessure gevallen. Leon Bailey, een van de grote aankopen, geblesseerd geraakt. Danny Ings. Hetzelfde verhaal. En ze hebben eigenlijk met het geld van Creedus hebben ze uitgegeven aan, aan niet één speler, maar aan vijf verschillende aankopen. Nou, veel van die jongens waren niet beschikbaar, hebben ze even een mindere reeks. En dan wordt direct Smith al geslachtofferd. Ja. Voor Gerrard is het wel een mooie kans, want die selectie zit best goed in elkaar. Juist ook omdat ze het geld wel verstandig hebben geïnvesteerd. Hè, en vijf aankopen van rond 20 miljoen in plaats van één. Maar ik moet zeggen dat van die vijf aankopen, dat ik er vier wel vrij matig vind presteren. Ja. Tot nu toe, op de momenten dat ze wel fit zijn. Ja. Ings weten we allemaal, dat is een bewezen Premier League spits die heel makkelijk scoort. Ja. Maar bijvoorbeeld Bailey vind ik nog niet heel erg overtuigend. Nee, Buendia hebben ze gehaald van Norwich, 40 miljoen. Heeft eigenlijk ook nog niet heel veel laten zien. Nee. Nee, ja, Bailey heeft natuurlijk ook wel te maken met blessures. Maar ik ben het wel met je eens dat het is wel lastig, want Ollie Watkins zit daar in de selectie. Hè? Deed volgens zo'n goed als spits. Nou, Danny Ings is ook op zijn best als spits. Dan is het in principe logisch om met twee spitsen te gaan spelen. En ja, ze hebben ook veel buitenspelers. Dus ja, op het middenveld wordt het dan ook wel weer krap. Voor Gerrard zal het wel zoeken worden naar een logische opstelling. Ja. Op zich het materiaal bij Aston Villa. Ik denk dat je hiermee wel heel veilig in de middenmoot kunt spelen rond de tiende plek, tiende, negende. Nou, zoals ze eigenlijk vorig jaar ook gedaan hebben, was een heel stabiel seizoen. Ja. Er zijn in Engeland wel veel, en in Schotland natuurlijk ook, heel veel positieve geluiden over Gerrard als manager. Hè. Is natuurlijk iemand die niet heel veel naar buiten treedt. Redelijk rustige, bescheiden man. Zo kennen we natuurlijk ook als voetballer. Mm-hmm. Begon in de jeugd bij Liverpool. Toen is hij naar Rangers gegaan. Eigenlijk een beetje weg uit de drukte in Engeland. En dat heeft hij eigenlijk heel goed gedaan, hè? Veel prijzen gepakt. Ja. Zou hij klaar zijn voor zo'n stap naar de Premier League, denk je? Nou, ik denk wel dat dit een verstandige stap zou zijn. Want hij heeft natuurlijk in Schotland die hegemonie van Celtic doorbroken. Het staat in de sterren geschreven dat Gerrard vroeg of laat manager van Liverpool wordt. Alleen, je moet je afvragen, wil je de opvolger van Klopp zijn, mocht hij in de komende jaren een keer vertrekken? Ik denk dat je liever wacht, hè? Dat er een tussenpaus komt en dat je het daarna overpakt. Ja. Dat heb ik gezien bij Wenger. En Ferguson, hoe lastig het is als zo'n dominante manager vertrekt bij een club. Plus, nu kan hij bij een middenmotor ervaring opdoen in de Premier League. Competitie beter leren kennen. Toch wel credits verdienen. Bijvoorbeeld gezien Brendan Rodgers, die Leicester daar wel echt iets heeft neergezet. Ja. Villa heeft natuurlijk ook wel die mogelijkheden. Financiële middelen ook. Vrij jonge selectie ook nog. Dus ja, ik snap wel dat hij hier enthousiast van wordt. Ja, want hij heeft ook zelf aangegeven dat hij het graag wil. Ja. Hij zal gespotten op de trein richting, richting Villa, richting Birmingham. Ja. Dus het gaat eigenlijk wel gebeuren. Hè? Maar jij zegt eigenlijk een ideale match dus. Ja, ik denk het wel. Denk je niet? Ja, ik denk het ook wel. Een club met ambities waar de druk niet meteen gigantisch groot is. Mm-hmm. Ik denk ook wel dat het verstandig is om, als je naar zo'n enorme club wil als Liverpool, een tussenstap te nemen. Dat geldt voor spelers, maar ik denk ook zeker voor trainers. Een beetje kennis maken met de wetten van de Premier League, ook als manager. Het manager van de staf, het manager van de hele druk rond zo'n club heen. Kijk, in Schotland heb je in principe natuurlijk eigenlijk maar twee grote clubs die de dienst uitmaken. Mm. In Engeland wordt alles zo opgeblazen. Dat elke wedstrijd staat verschrikkelijk veel druk op. Je kan elke wedstrijd zo met 5-0 verliezen als je van Villa de manager bent. Dus dat is wel een hele nieuwe ervaring voor hem natuurlijk. Maar ik denk voor hem een mooie club. Ik denk Frank Lampard bij Norwich is een stuk zwaardere uitdaging. Ja, ik moet zeggen, ik vind Norwich, ik heb er wel sympathie voor. Sportief directeur daar, Stuart Webber. Een jonge jongen. Was ook eigenlijk het brein achter het succes van Huddersfield Town. Hè, toen die promoveerde naar de Premier League. 37 nog maar. Nou, doe nu de transferzaken bij Norwich. En die bouwen zeg maar niet de hele ploeg om als ze promoveren. Hè? Want ze waren natuurlijk gepromoveerd, zakken terug, weer teruggekeerd. En ze blijven eigenlijk aanvallend voetbal spelen. En
ja, met die aanvallende kwaliteit zei ik onvoldoende om echt indruk te maken in de Premier League. En met het aanvallende voetbal zijn ze tegelijkertijd in de Premier League eigenlijk ook kwetsbaar. Hè? De meest kwetsbare degradatiekandidaat. Bijvoorbeeld Burnley, ja, dat is defensief allemaal veel meer solide. En Norwich probeert nog wel het publiek te vermaken. Ja. Geeft dan ook wel erg veel weg. Ja, het is ook wel ergens wel naïef, toch? Ik bedoel, de manier waarop ze vorige keer zijn gedegradeerd uit de Premier League was totaal kansloos. Ja. En nu proberen ze het eigenlijk op precies dezelfde manier met praktisch dezelfde spelersgroep. Min je meest creatieve voetballer dan met Buendia. Ja, het is wel erg... Ja, ik vind het een beetje naïef. Ja, ik snap wel wat je bedoelt. En Webber heeft er ook een uitleg over gegeven. En die zegt, ja, kijk, als je degradeert uit de Premier League heb je zo'n vangnet. Hè? Met heel veel financiële middelen krijg je dan nog wel. Hij zegt, ja, stel wij promoveren en ik ga drie defensieve middenvelders vastleggen. Hè? Die passen bij het degradatievoetbal. Die jongens die tekenen contracten voor 3-4 jaar. We degraderen alsnog. Zit ik met een defensief ingestelde ploeg in een championship met vette contracten. Dan liever omhoog, weer een stap terug, omhoog. Maar langzaam maar zeker wel groeien met aanvallend voetbal. Ja, ik vind het ook wel naïef, maar het is wel leuk dat de club het op die manier probeert. Ja, dat is waar. En daar past Lampard dan ook bij in jouw ogen? Ja, natuurlijk wel een trainer die ook bij Chelsea wel naïef voetbal speelde af en toe. Ja. Defensief bleef het kwetsbaar. Ik moet zeggen, ik vond het wel leuk om naar te kijken. Eigenlijk altijd. Ja. Gaf natuurlijk ook deels noodgedwongen door die transferban. Gaf hij heel veel jeugdspelers de kans. Nou, bij Norwich hebben ze ook een jonge selectie met Cantwell nog, Aarons. Godfrey heeft de stap gemaakt naar Everton. Linksback is toen vertrokken naar Newcastle. Dus, vrij jonge ploeg, veel talenten. Ja, ik snap wel dat ze denken dat Lampard daarbij past. Alleen ja, of dat inderdaad de reeks die Norwich nu heeft, zeg maar, gaat doorbreken. Ja, dat betwijfel ik ook wel. Het is wel een ondankbare taak natuurlijk ook voor Lampard. Want je treft een selectie die eigenlijk in mijn ogen niet goed genoeg is voor de Premier League. Nee. Je treft een club die houdt van aanvallend voetbal. Terwijl, bedoel, zet je Sam Allardyce neer, dan weet iedereen heus wel van, oh, we gaan vrouwen kinderen eerst verdedigend voetbal spelen en op resultaat spelen. Zoals Ranieri nu ook een beetje bij Watford gaat doen. En met Lampard hou ik toch weer een manager die inderdaad vooral staat voor aanvallend voetbal, die gewend is om met topspelers te werken. Ja, ga er maar aan staan. Dat is wel een behoorlijke uitdaging. Ik moet zeggen, ik ben wel benieuwd, want bij Derby County is natuurlijk ook trainer geweest. Toen had hij Mason Mount, kwam daar op huurbasis naartoe. Ja. Bij Chelsea heb je natuurlijk al veel talenten die net tegenaan hikken. Ik denk wel dat ze gaan hopen dat hij van dat netwerk gebruik kan maken. Hè? Dus dat is een soort satellietclub van Chelsea worden. Een jongen, Chaloba bijvoorbeeld, speelt nu wel veel, maar het kan ook zomaar minder worden. Zodat ze het jongens gaan proberen te zieken. Ja. Gaan we meemaken, Lampard, pittige taak als het zover komt. Ja. We maken even de stap naar Spanje, want daar gebeurt natuurlijk ook een hele hoop, vooral in Catalonië. Xavi is de nieuwe trainer en dan komt het hele geruchtencircus weer los. De leukste vond ik Dani Alves. Ja. 38 lentes jong. Ja. Hij wordt nu in verband gebracht met de terugkeer naar Barcelona. Deze week zou hij zo'n gesprek voeren. Zodat hij per januari eventueel zou kunnen aansluiten om de nieuwe rechtsback te worden in het elftal. Ja, en je zag af en toe nog beelden voorbij flitsen uit Zuid-Amerika, hè, waar hij dan speelde. En dan viel het wel op dat hij nog ontzettend fit was. Ja, hij had wel een andere rol dan natuurlijk. Ja, meer als... Had zijn broekje altijd lekker tot zijn tepels opgetrokken en had hij rugnummer 10. Hij heeft heel veel op middenveld gespeeld. Ja, klopt. Controlerend, hangende spits, rechtsbuiten, maar bijna nooit rechtsback. Nee, ik denk dat hij bij Barcelona wel weer echt rechtsback moet worden. Ja. En ik snap wel, ik zat erover na te denken over het gerucht. En Xavi gaat natuurlijk in principe 4-3-3 spelen. En Dest hebben natuurlijk veel speeltijd gehad al. Nou, ook vaak in aanvallende rollen. Ja. Of toen zelfs rechtsbuiten. Of aanvallende vleugelverdediger als ze met drie centrale speelden. Ik snap wel dat Barcelona iets gaat doen aan die positie. Want ik zou Dest op dit moment nog niet helemaal vertrouwen als rechtsback in een systeem met 4 verdedigers. Nee. Hij heeft wisselvallige prestaties. Ja. Dat is natuurlijk. Hij heeft daar wel echt goede wedstrijden gespeeld. Ook bij Barcelona. Maar ook wel mindere. Zeker. Ik denk ook dat die backup is voor Jordi Alba aan de linkerkant, die niet altijd meer fit is. Mm-hmm. En op Sergio Roberto kun je eigenlijk niet meer bouwen natuurlijk. Nee. Vorig jaar 9 basisplaatsen, volgens mij dit seizoen 4. Zoveel blessures. Is nu inmiddels rond de 30. Dus ik snap wel dat je rechtsback haalt. Aan de andere kant hebben ze natuurlijk net Emerson in de zomer van de hand gedaan. Ja. En of nou iemand van 38, nee, Sao Paulo eigenlijk niet meer in de verdediging wordt vertrouwd.
het antwoord is op de defensieve problemen van Barcelona. Dat is ergens ook wel armoedig, toch? Ja, zeker. Nee, en het is ook een beetje... Kijk, Dani Alves heeft natuurlijk inderdaad vanwege die beelden die voorbij komen... het broekje hoog en clowneske filmpjes op social media... heeft natuurlijk een beetje het imago van een lolbroek. Alleen natuurlijk wel echt een op- en top prof. Ja. En ook wel gewaardeerd door topcoaches, door oude ploeggenoten. Spreken altijd eigenlijk vol lof over hem. En als je nu Xavi... zeg maar zijn eerste dagen kijkt als trainer van Barcelona, valt het vooral op dat hij het over discipline heeft. Ja. Er moet meer discipline komen. Hè? Een Spaanse krant schrijft over 10 regels die hij heeft opgelegd. Ja. 10 geboden. Ja, het zijn allemaal een beetje kleine dingetjes. Hè, van op tijd komen, vroeger er zijn, minder gekkigheid buiten het veld. Daarin zou Dani Alves natuurlijk ook wel de ploeg kunnen helpen. Ja, want gek genoeg is hij juist iemand die ook wel... ondanks zijn frivoliteiten wel de sfeer in een groep kan bewaken. Ja. Hij was natuurlijk mee met Olympische Spelen met Brazilië. Ja. Hebben ze goud gepakt. Als soort mentor eigenlijk. Ja. Ja. Maar speelde hij wel natuurlijk gewoon ook als rechtsback. Ja. Met Anthony aan de rechterkant. Ja, mooie ploeg. Ja, het zou leuk zijn. Ik weet niet of het goed is voor Barcelona, maar het is in ieder geval leuk om te volgen. Ja, en ik denk ook wel dat het een teken is van wat Xavi denkt nodig te hebben bij die selectie. Dus iets meer routine. Jongens die leiding geven eigenlijk door het goede voorbeeld te geven. Want in die regels van Xavi die je voorbij zag komen, dan ging het ook onder andere over zakenreizen en op pad zijn tijdens het seizoen. Ja. Ik moest wel denken aan Piqué, moet ik zeggen. Jij niet? Ja, als je het hebt over zakenreizen, dan is Piqué wel degene die de meeste declaraties indient, denk ik. Ja, en die dan weer 2 weken even minder kan trainen omdat hij een tennistoernooi moet organiseren en leiden. En, ja, ik kan me wel voorstellen dat Xavi daarin zeg maar nieuwe voorbeeldfiguren zoekt. Ja. Heb je nou ook zoiets van, als je Dani Alves terughaalt, neem ook gewoon Iniesta weer? Ja. Een Bojan Krikic weer terug uit Japan. Het zou mooi zijn, toch? Ja, nee, ja. Het is, het zegt natuurlijk ook wel iets over de financiële beperkingen bij Barcelona. Ja. Iemand die her en der in verband heeft gebracht met de vertrek bij Barcelona is Ousmane Dembele. Ja. Werd onder andere genoemd in Engeland, bij Newcastle. Maar Xavi wil hem volgens mij liever houden. Ja, het viel wel op. Bij zijn presentatie hij was lovend over Dembele. Ja. En hij zei eigenlijk, van, nou, als hij de goede sturing krijgt, is hij een van de beste spelers van de wereld. En in die zin zat veel verborgen, de goede sturing krijgt. Dembele was onder Tuchel een sensatie natuurlijk bij Dortmund. Daarna eigenlijk nooit meer zijn oude niveau gehaald. Mede door blessures ook, maar ook als hij fit was... was het vaak toch een beetje zoeken. Ja. Vooral het rendement ontbrak. Mm. En Xavi ziet dus blijkbaar dat hij met een paar aanwijzingen... Dembele verder kan helpen in zijn spel. Ja. En ja, die wil daar echt een project van maken. En nou, als hij bij Dembele natuurlijk de potentie daaruit krijgt... dan zou Barcelona ook financieel natuurlijk enorm helpen. Want het is een gigantische investering geweest. Ja. Gaan ze verkopen, lijzen een fors verlies op hem. Dus ik ben wel benieuwd. En ik moet zeggen, het was wel een prikkelende gedachte ook. Hoe Xavi vertelde natuurlijk over Dembele. Ja. Ja, hij wil Dembele eigenlijk een beetje de grote man maken in het elftal. Ja. Daarom breekt het nu misschien een klein beetje aan. Nou ben je voor Xavi misschien al heel snel een grote man. Vanuit zijn perspectief. Ja. Maar dat is de krekel, ja. Moet ik ook niet doen als je aan de achterkant zit. Nee. Maar Dembele, het is wel natuurlijk iemand die... Kijk, niemand in Barcelona twijfelt al 5 jaar lang over zijn potentie en over zijn kwaliteit. Alleen het probleem zit natuurlijk in zijn discipline. Misschien helpen de 10 geboden van Xavi daar een klein beetje bij. Maar het zit natuurlijk niet alleen in te laat komen en slecht slapen. Maar hij verzorgt zijn lichaam duidelijk niet goed genoeg. Omdat hij zo verschrikkelijk veel blessures oploopt. Maar Koeman is natuurlijk ook wel met hem aan de slag gegaan. En die heeft hem ook wel echt belangrijk gemaakt. En Koeman zag natuurlijk ook wel dat er diepgang ontbrak in de aanval... Daar heeft Braithwaite een hele carrière aan te danken. Dus hij kan natuurlijk ontzettend belangrijk zijn. Alleen dan moet hij wel fit zijn. Ja, en ook als je naar Barcelona ploeg kijkt. Want Koeman gebruikte hem vaak ook centraal. Hè, waar de tijd best wel goed ging. Ja. Toen ze met elke eigen versterkte defensie speelden. Ja, ga je die 4-3 uittekenen? Fatih heeft natuurlijk op links. Als hij fit is. Als hij fit is. Ja, Dembele inderdaad, moet je het zelf zeggen, als hij fit is. Aguero in het midden, als hij fit is. Ja, en Dembele, nou, hij is zo tweebenig dat hij eigenlijk niet weet met welke voet hij het liefst schiet. Dus die kan ook prima vanaf rechts spelen natuurlijk. Zou wel een flink probleem oplossen. Ja, nee zeker. Potentie voor Barcelona wat dat betreft. Ja. Nu we het toch over de Newcastle hebben. Dembele wordt er aangelinkt, ook Eden Hazard. Ja.
Dat was een voorstelletje van Jack Wilshere. Ja, Jack Wilshere had Eddie Howe meegemaakt bij Bournemouth. Ja. Toen ging het al behoorlijk slecht met Jack Wilshere bij Arsenal. Werd hij verhuurd aan Bournemouth. Later nog een keer teruggekeerd bij Bournemouth. Maar die was vol lof over Eddie Howe als trainer. Dat ook wel als people manager, gewoon een prettig mens. Ja. Die hem enorm geholpen heeft toen in zijn carrière. Niet met gewenst resultaat. En die adviseerde Hazard om naar het Newcastle van Hout te gaan, om het spelplezier ook weer terug te vinden. Ik denk wel dat we erover eens zijn dat Hazard moet vertrekken om het spelplezier weer terug te vinden. Want bij Real Madrid is hij volledig overvleugeld door Vinicius. Ja. Ja. Vinicius kun je nu niet meer uit de ploeg gaan. Nee, ook met het oog op de toekomst, denk ik. Ja. In zaken van Real Madrid. Hij is nu 30. Vinicius is 10 jaar jonger. Ja, en dit is op dit moment een van je 3 beste spelers, denk ik, bij Real Madrid. Dus ja. Er is weinig perspectief voor hem om een reeks van 15 wedstrijden op rij te spelen. Maar dat heeft hij natuurlijk nodig. Om er doorheen te komen, ja. Vertrouwen weer voelen, zelfvertrouwen opbouwen in wedstrijden. En die kans heeft hij nu eigenlijk niet. Ik denk wel dat Newcastle wel flink voor moeten betalen als ze hem willen hebben. Ja, zeker. En het zou natuurlijk ook wel, wel een statement zijn van Newcastle. Ja. Want in de Premier League, seizoen 2018-19, was hij nog een van de absoluut beste spelers in de Premier League. Ja, ter wereld. Geweldig, toch? Geweldig bij Chelsea. Alleen ja, je denkt ook wel aan Gareth Bale. Ook teruggekeerd naar de Premier League. Natuurlijk toen bij Tottenham. Ja, de verwachtingen zijn dan toch dat hij weer een beetje een ouder niveau gaat pakken. Ja, bij Hazard. Het wordt lastig. Maar ik denk wel dat Newcastle wel zo'n soort aankoop gaat doen. En het verder met wat jongere spelers gaat inkleden. Ja, het is wel een prikkelende gedachte wat er gebeurt als je een artiest als Eden Hazard in zo'n houthakkerselftal als Newcastle zet. Want als je verder niemand haalt, dan komt er wel heel veel druk op zijn schouders te liggen qua creativiteit en een mooi voetbal. Ja, dan moet hij achter die lange ballen van Lascelles aan gaan rennen. Ja. Want dan komt hij toen niet in zijn kracht te spelen. Maar aan de ene kant denk je ondankbare taak. Aan de andere kant wordt hij misschien ook wel extra gewaardeerd als hij daar gaat spelen in plaats van bij Real Madrid. Waar wat hij kan, in principe iedereen anders ook wel kan. Ja, ja, het is lastig inderdaad. Want wat je zegt, qua soort voetbal is het wel een mismatch eigenlijk. Hè. Je ziet hem daar, je zou hem eigenlijk een hoofdrol gunnen in een aanvallende ploeg als Leeds United of zo. En die hebben natuurlijk de financiële middelen niet. Maar ik denk dat qua niveau kan die ook nog wel iets hoger. Ja, zeker, zeker. Maar in ieder geval een aanvallende ploeg. Ja. En Newcastle. Ja, het is lastig voor te stellen dat Newcastle binnen 2 maanden in 1 keer wedstrijden gaat domineren. En 65% balbezit heeft en een combinatie voetbal speelt. Ja, het heeft echt nog wel tijd nodig. En bij Bournemouth was het ook altijd een beetje ergens tussenin, toch? Onderhouden. Ja. Ze hadden wel verzorgd voetbal en wilden ook wel aanvallen. Maar als het niet ging, dan ging het ook niet. En dan was het gewoon terugzakken en afbreken, zeg maar. Ja, klopt. Ja, Oké was daar natuurlijk jarenlang belangrijk. Ja. Hè? Ook met het voetbal van achteruit, met zijn passes. Die intentie was er inderdaad wel. Alleen, Howe had op een gegeven moment ook al door dat om zich te handhaven in de Premier League. Hè? Want op een gegeven moment stoomden ze ook op naar de middenmoot. Ja, was het wel belangrijk om ook realistisch te zijn in die topwedstrijd. Wat vind je van zijn aanstelling eigenlijk? Ik snap wel een beetje dat het tegenvallend is, denk ik, voor velen. Omdat je bij zo'n overname wel een grotere trainer verwacht qua status. Ja. Alleen ik denk op zich dat het niet onverstandig is. Want bij Bournemouth heeft hij zich wel echt bewezen als iemand die kan bouwen aan een elftal. Werden ieder jaar eigenlijk iets beter tot ze echt een rotseizoen hadden en uit de Premier League donderden. Ja. Maar hij heeft het daar wel echt goed gedaan. Ook met veel jonge spelers. Ze speelden inderdaad wel gewoon naar hun mogelijkheden aantrekkelijk voetbal. Niet naïef, maar wel aantrekkelijk voetbal. Ja. Dus in die zin snap ik het wel. Ja, het is natuurlijk de eerste aanstelling is de aankoop die ze doen. En dan verwacht je inderdaad een bepaald statement of zo. Ja. Van de grote ambities die ze hebben. Je neemt nu iemand aan die heel erg gaat bouwen voor de lange termijn. Maar om heel eerlijk te zijn verwacht ik niet dat Newcastle heel erg op de lange termijn gaat inzetten. En op de korte termijn succes wil hebben. Ja. Mij bekruipt een beetje het gevoel alsof ze met Howie willen overleven dit seizoen. En dan volgend seizoen maar eens gaan kijken wie er dan op de markt zijn. Ja, en dat is ik snap dat gevoel. Ik denk wel eigenlijk dat je gelijk hebt. Want ook als je kijkt welke trainers nu op de markt zijn, Zidane, die gaat niet naar Newcastle. Maar je hebt die in die tussencategorie is er eigenlijk weinig. Ja. Conte kun je ook nu, die had ze ook echt niet kunnen verleiden om naar Newcastle te gaan. Dus dan kom je inderdaad denk ik bij een trainer uit die ervaring heeft in de Premier League en die tegelijkertijd wel voor aanvallend voetbal staat. Want die verandering zullen ze langzaam zeker toch moeten gaan maken. Dus als club echt gaan groeien en tegelijkertijd moeten ze natuurlijk wel nog die strijd tegen degradatie aan. Dan gaan we het even over de Nederlanders hebben, want die worden ook in verband gebracht met de transfers deze weken.
We hebben deze week in de VI een mooi verhaal staan met Arnoud Danjuma. Ja. Ons ook natuurlijk goed bekend. Is hier ook wel eens aangeschoven aan deze tafel. Hij zat op jouw plek. Hij zat op mijn plek, ja. Ik voel het toch wel een beetje. Maar hij wordt even band gebracht met Liverpool vandaag in allerlei internationale media. Ja. Liverpool is natuurlijk al heel lang op zoek naar een aanvaller. Eigenlijk sinds afgelopen zomer al. Zou hij daar passen, denk je? Ik denk... Nou, ik snap wel dat hij in een profiel past, ja. Ik snap wel dat hij bij Liverpool op een lijstje staat. En dat Liverpool hem ook volgt. Hè? Ja. Want, zoveel is wel duidelijk. En Liverpool denkt natuurlijk na over... Ja, wat als Sadio Mané op een gegeven moment minder wordt hè, of vertrekt. Ja. Mané was natuurlijk laatst tegen Manchester United al gepasseerd. Dat zei ook wel iets. Heeft nog een contract tot 2023. Dus ja, het begint wel een beetje dat ze verder moeten gaan kijken ook naar de toekomst. Ja, met zijn dribbles. Het is een dribbelaar, maar tegelijkertijd ontzettend doelgericht. En het valt ook wel bij Oranje natuurlijk op. Die drive die hij heeft, het fysieke... Die versnellingen, de durf om zijn tegenstanders op te zoeken. Ja, het is ook wel het zelfvertrouwen. Ja. Hoe hij binnenwandelt bij zo'n club als Villarreal. En eigenlijk direct de bal op ijs en zijn acties aangaat. Hoe ja. hij na 3 jaar terugkeert bij Oranje. Meteen zijn tegenstander door zijn benen speelt bij zijn eerste balcontact. Zeg maar. Daar spreekt natuurlijk wel een bepaalde flair van uit. Ja. Die je wel moet hebben om te slagen bij zo'n club, denk ik. Ja, zeker. En Liverpool is natuurlijk een club waar enorm naar statistieken wordt gekeken. Ja. Ook in de transferafdeling, zeg maar. En ja, in La Liga staat Danjuma nu al tussen de echte topaanvallers als Benzema. Het gaat om expected goals, het creëren van kansen voor zichzelf ook. Ja, dreiging eigenlijk. Dreiging gevangen in cijfers. Nou, dat was in Championship ook al het geval. Dus hij laat het nu echt over langere termijn zien. En ja, Championship, ik weet wel dat het in Nederland amper bekeken wordt. Alleen in Engeland is er natuurlijk ook wel aandacht voor. En ja. Ik denk dat hij zich toen al aan de kijker heeft gespeeld. Alleen... Ja, wel die tussenstap bij Villarreal en dat nodig heeft om uiteindelijk bij Liverpool ook als een grotere meneer binnen te komen. Ja, wat, het enige wat ik vind is, hij is natuurlijk een totaal ander type dan Mané ja. als voetballer. Ze zijn echt bijna niet te vergelijken met elkaar. Dus het is wel een heel ander speler die je neemt. Nou, je bedoelt dat Mané meer diepgang heeft zonder bal en Danjuma diepte ja, creëert met de bal aan de voet. Is het best met de bal aan de voet. Ja. En Mané is misschien wel het best zonder bal. Ook in zijn rol in het druk zetten van Liverpool. Ja. Zijn enorme explosiviteit. Ja. Daarmee trekt hij enorm veel gaten. Maakt hij ruimte voor Salah ook bijvoorbeeld. Ik denk dat Danjuma qua voetballer misschien wel iets meer te vergelijken is met Salah. Dan heb je ja. een beetje twee dezelfde types aan de zijkant. En dat is misschien wel een obstakel. Ja. Nee, eens. Ik denk inderdaad dat mochten Mané en Salah tegelijk vertrekken... Hè, mocht Danjuma dan de opvolger van Mané worden... dan gaan ze op die rechtsbuitenpositie inderdaad waarschijnlijk meer een type Mané zoeken. Ja. Want inderdaad, ja, qua spel lijkt hij eigenlijk meer op Salah. Ja, Rafinha van Leeds wordt ook veel genoemd hè, bij ja, Liverpool. Ja, die ontzettend opvalt in... Nou, dat zijn natuurlijk statistieken die niet voorbij ziet komen... maar als het gaat om intensieve runs... Die zie je dagelijks voorbij komen hoor. Ja? Ja. Ja, in de parking misschien. Maar daarin staat hij ontzettend hoog. Ontzettend veel arbeid zonder bal. Ja. En natuurlijk, nou, als je de samenvatting van Leeds ziet... dan zie je natuurlijk vooral zijn vaardigheid aan de bal. Alleen, het doet ontzettend veel werk. In het druk zetten, in het loopacties maken... waardoor er weer ruimte komt voor anderen ook. Dus ja, ik denk dat die bij Liverpool ook geweldig zou passen. Ja, twee goede opties. Dus als opvolgers van Mané en Salah. Ja. Oké, gaan we volgen. Jongens, bedankt voor het kijken. Sterkte met de interlandperiode. We gaan er samen ons doorheen bikkelen. En dan begint het clubvoetbal vast snel weer. Doei!